We zijn hier bij SSR Rotterdam, studentenvereniging, en jullie gaan morgen een online silent disco party doen. Kunnen jullie misschien iets vertellen over wat jullie gaan doen en hoe je dat georganiseerd hebt? Ja, wij zijn inderdaad van de studentenvereniging SSR Rotterdam. En we zijn nu natuurlijk al een tijdje gesloten. En om toch nog even het gevoel van verbintenis over te brengen op de mensen thuis, gaan wij een silent huisfeest organiseren. Dat doen wij dus door thuis bij al onze leden koptelefoons te brengen. En dan verbinden wij alle leden met elkaar door middel van een livestream. Op die manier kan iedereen een livestream volgen en thuis coronaproof van een feestje genieten. En die stream, via welk medium gaan jullie doen? Dat is waarschijnlijk via YouTube, dacht ik. Of via Zoom? Ja, via YouTube. Dat is een stream met ook onze eigen DJ's van de vereniging ook. Het is wel leuk dat we zo lekker binnen de vereniging nog een leuk feestje kunnen houden. En kunnen de mensen ook contact hebben met de DJ, dat ze bijvoorbeeld een bezoekje kunnen indienen? Dat zal wel kunnen, ja. Er is een YouTube-chat waarin dat soort dingen kunnen. En hoeveel huishoudens gaan meedoen? Volgens mij is het nu rond de 56 groepen. 56 huishoudens. Zo rond de 300 man.